die kant op. Kom op, Shani. Wat denk je dat die kleine krabbetjes gaan doen? Jou aanvallen? Wow, het is een glinsterende droom. Deze grot staat van nu af aan op mijn hotlist. Als je het over een ondergrondse operatie hebt. Ik wist niet dat krabben zulke dieven waren. Waar moeten we beginnen? Laten we er maar gewoon inspringen. Woehoe! Zolang ik dicht bij een paar parels kan zijn. Woehoe! Bling, bling! Lila, focus. We moeten de ring vinden. Juist, de ring. Shani, het bloed is uit je gezicht weggetrokken. Die look staat je niet zo goed. Jongens! Nee! Wow! Ik ben oké. Toen je het over de droom had, bedoelde je toen geen nachtmerrie? Hou vol, Shani. Ik kom naar beneden. Hey, kleine jongen. Die ring moet hier ergens zijn. Wegwezen, krabbemans. Opschieten, Lila. Ik kan ze niet langer tegenhouden. Wacht, volgens mij zie ik hem. Hier ligt hij. Moet je die steen zien? Goed gedaan hoor, meneer Pocket. Kom mee! Daar gaan we! Alles oké, Shani? Rocco, mijn droomheld! Ah, precies op tijd voor de ultieme selfie. Wat gaaf om eindelijk je heldin te ontmoeten. Go big! Oké. Ik ben je grootste fan, Rocco. Nee. Ik ben je grootste fan. Kapitein? Chill, Shani. Je ziet er goed uit. Jij kunt dit. Zeg gewoon dat je haar dapperheid bewondert, haar leiderschap, haar pilotenskills en... haar verdwijningsmanoeuvres? Waar is ze nou? Neem me niet kwalijk. Ik had een afspraak voor een selfie met kapitein Rocco. Ik weet dat ik een beetje vroeg ben. 39 seconden om precies te zijn. Maar dit is de allerbelangrijkste selfie van mijn leven. Bedankt voor het delen van dat super interessante verhaal. Wat ze bedoelt is, waar is Rocco? Ze heeft even pauze. Nu? Maar hoe lang? Geen idee. Eigenlijk heeft ze pas over een uur pauze of zo. Maak je geen zorgen, Shani. Ze komt zo wel terug. Maar dit is toch vreemd? Kapitein Rocco voert haar werk altijd uit volgens een heel strak schema. Geen wonder dat ze jouw idool is. Dat bedoelde ik als compliment, soort van. Dat is niet waarom ik zo geschrokken ben. Kijk, kapitein Rocco's kostuum is gescheurd. Sporen van een worsteling. Denk je dat iemand haar heeft ontvoerd? Geen idee. Maar we weten dat pas als we haar hebben gevonden. Inderdaad, na onze deelname aan de kostuumwedstrijd. Lila, het gaat hier wel om mijn superheld. Hoe sneller we Rocco vinden, hoe sneller we mee kunnen doen aan die wedstrijd. Ze kan nooit ver weg zijn met al die mensen. We hebben alleen een ander perspectief nodig. Oh, de iGirl stripboeken. De speciale editie van de vreemde drones ter destructie in de ruimte. Dump die boeken, Gwen. Ik ben hier alleen voor de miniaturen voor mijn collectie. En natuurlijk om Polly Pocket gevangen te nemen. Gigi, je hebt het me beloofd. Goed dan. 1 Polly-vrije dag. Als jullie nu even stil kunnen zijn, dan pleeg ik een telefoontje. Hallo, meneer Pocket. U spreekt met juffrouw Fus. Alweer. Ik wil u spreken over het gedrag van uw dochter en het liefst zo snel mogelijk. Belt u mij terug? Zo, er zijn een paar eigendommen die ik dringend terug wil hebben. Wachten jullie maar even hier op mij. Oh, daar gaat de iGirls film. Ik weet zeker dat ik huisarrest krijg. Waarom is ze altijd zo'n vervelende... heks. Ik kus de iGirls film voor goed vaarwel. Ze zei dat we in de klas moesten blijven. Maar ze heeft niet gezegd dat we niet in pocketformaat in de pennendoos mogen gaan. Tiny Powers! leven zonder vis. Een beter leven is er niet. Polly, heb je de radio aangezet? Volgens mij hoor ik een basbeat. Ah, voetstappen! Juffrouw Vis! Wacht hier! Wat? Oh, waar heb ik ze nou gelaten? Go big! Weet je zeker dat we de goede kant op gaan? Zeker weten. Hoezo? Het voelt alsof we de verkeerde kant op gaan. Ik heb een heel goed richtingsgevoel. Maar we nemen even pauze. Ik wil heel eventjes met mijn voetjes omhoog. Gaan wij nu langzaam naar beneden? Zeker. En denk jij ook dat dit een enorme poel met drijfzand is? Ik denk het wel. Help! Johnny? Nicholas? Polly? Go big! Kom op, Lila! Polly! Lila! Bijna dode man! Johnny! Nicholas! Schiet op! Ik word langzaam opgeslurpt. Je bedoelt wij, toch? Ja, sorry. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Mag ik een suggestie doen? Natuurlijk. Doe toch iets! Als je die grote tak aanrijdt, komt het goed. Hou deze heel goed vast. Hebbes. Pak mijn handen. Kom op, Nick. Trekken, Lila! Tiny power! Ha, bedankt voor de landing. Oké, weer terug naar normaal en verder met de zoektocht. Go big! Go big! Dat is vreemd. Oké, dit is waarschijnlijk hetzelfde als die keer bij oma. Wat? De radertjes draaien de verkeerde kant op. Go big, Lila! Tiny power! Dat moet de paranormale kracht van het eiland zijn. Het spijt me. Wat? Weet je zeker dat je die schoenen daarbij zou dragen? De McTwist is de meest geavanceerde move die de crew van Devin zullen gaan doen. En jij bent de enige van ons team die gevorderd genoeg is om dat te proberen. Dit is het moment van de waarheid. Nu is die lastige move misschien niet gelukt. Maar bij de wedstrijd zal iedereen verbaasd staan. Wacht! Zolang je de tenten maar afbreekt en niet mijn beschermende kleding. Daar ben ik lang mee bezig geweest. Belangrijker is dat Hamal die move vast wel kan. Hamal! Gast, zo moet je die muts niet dragen. Duh. Is dit beter? Nou, er moeten wolven op je bord staan. Geen eendjes? Gast, eenden zijn cool. Ze hebben 3 oogleden en ze kunnen kleuren zien. Ik ben Piers. Ik hou van eenden. Dom. Hey, over eenden gesproken. Duckface! Misschien wilde je broer je er niet bij hebben omdat hij je wilde beschermen tegen die suffert daar. Nee joh, alsof hij mij zou beschermen. Vinden. Je zou mij alleen zo gek krijgen als het geperst was en gelabeld als superfood. Hier dat ding! Go big! Rennen! voor een beetje meer tempo. Tiny Power! Heb ik jou al niet eens eerder gezien? Ik ken jou ergens van. Oh. Hou eens op met die flauwekul met dat varken, Gwen. Ik wil dat medaillon hebben. Hou nou op met dat varken! Oh, welkom allemaal! Dat ding met mijn pa duurt maar heel even. Ik ga daarheen en jullie brengen de gasten naar binnen. Polly, we hebben je nodig om ze te laten krimpen. Oh ja. Iedereen, achter mij aan! Het feestje dat jullie mee gaan maken vindt plaats op de planeet Mars. Ja, en dat is een beetje gek, maar geloof me, dat is veel beter. En ook chiquer en donkerder, heel donker. Kom maar jongens en meisjes, pak elkaars hand en maak je klaar voor een tripje naar de ruimte. Doe je ogen maar dicht en wens dat je naar het meest astronomische zwemfeestje van de wereld gaat. Ruimtefeestje! Tiny Power! Deze kant op. Hou je ogen maar dicht. Je wil de verrassing niet verpesten. Oké. En doe maar open. Spring er maar in. Of schommel erin. Of duik erin. Of je betreedt het zwembad via het trapje op een veilige en verantwoorde manier. Geniet van een lekkere Saturn Sunday of een melkwegmilkshake. En blijf in de buurt voor de grote extravaganza. Een modeshow, live optreden en een doodenge duik vanuit de ruimte. Uitgevoerd door Polly. Rustig aan, Polly. Nu iedereen binnen is, kan ik papa even gaan helpen. Schiet je wel op? Je weet dat deze kleur groen me niet staat. Je ziet eruit als een kanaal. Mijn pap is waarschijnlijk te bescheiden om het te zeggen, maar hij is de beste architect in Littleton. Polly? Ja, zijn brein is heel erg slim. En in zijn hoofd. Maar het gemeenschapscentrum is een project gemaakt met zijn hart. Hij wilde een plek waar gezinnen uit de hele stad zich thuis zouden voelen. Ja, thuis. Daar draag je je badmuts aan tafel. Oh! Dit? Dat is geen badmuts. Het is een slaaphoofdvoorkomer. Maar omdat ik voorlopig toch niet ga slapen... Magnifieke machine. Kijk toch eens wat een beer. Ja. Hoe durven jullie de burgemeester zo te laten schrikken? Rizel? Geen stap verder of ik laat deze bubbelaar los op Littleton. De bubbelaar? Daarmee wordt de hele stad opgesloten onder een ondoordringbare bubbel. Wat? Oké, we zullen nergens heen gaan. Laat de afstandsbediening maar los. Nope. Littleton is van mij! is een test van het Littleton-bubbelaarsysteem voor noodgevallen. Er is helemaal niets aan de hand. Deze test is voor jullie veiligheid en is bijna afgerond. Dat is alles. Doei, mam. Ik zie je straks na het feest. Alle space aliens op een rij. Wat is hier aan de hand? Het is helemaal geen test. Het is definitief, maar zo hou ik ze rustig tot ik ze heb gekrompen. Tiny Power! Voorspelbaar. Gwen, fase 2. Ja, baas. Wat is die stank? Dat weet ik niet, maar ik voel me opeens heel slaperig. Nog wat meer snoestijd lavendelextract. Welkom aan boord van de slaaptrein. Weet je zeker dat dit een goed idee is, Polly? We hebben geen andere keus. We moeten de babyvogel redden. Wowie. Dit is echt heel erg freaky. Leeuwen en tijgers en kabouters? Oh jee. Ah! Onvoorstelbaar. Zelfs haar poppen hebben een make-over nodig. Stel je voor dat ze jouw medaillon had. Dan waren die miniaturen gemaakt van echte mensen. Gaat niet gebeuren. Ze gaat mijn medaillon niet krijgen. En ze krijgt mijn vogel ook niet. Oh, mijn vogel! Geen teken van de Grandes. Laten we gaan! Neem me niet kwalijk. Pardon? Oeh. Huh? We krijgen je daar wel vandaan. Maak je geen zorgen. Ik vind jou ook lief, maar we moeten opschieten. Ik heb de flamingo's, Gigi. Die miniatuur lijkt wel heel erg op mijn nieuwe babyvogel. En die lijkt wel heel erg veel op... Gigi zal wel een Polly Pocket poppetje in haar collectie hebben. Lipgloss, zakdoekjes, telefoon. Focus je op je opdracht, Polly. Hey, liefje, heb jij een kauwgompje? Ja, ik denk het wel. Alsjeblieft. Oh, hoe moet ik die sleutels ooit vinden? Deze... Oh, daar zijn ze. Viel best mee. Missie is volbracht. Lila, Johnny. Kom op, meiden, we moeten... Waar is Pax? Oh, hij stond een minuut geleden nog naast ons. Gezien de bewijsstukken zou ik zeggen dat hij weg is gegaan. Nee. Hij heeft mijn kleefsneakers gepikt. Ik zei het al en ik zeg het nog eens. Dat kind is een echte klimmer. Halen jullie boeboe? Dan haal ik Pax. Maar we moeten toch eerst groot worden? Laat maar zitten, dan maar klein. Kom, we gaan. En dan nu een demonstratie. Let's go, let's go.